onvoorwaardelijk basisinkomen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar, alle uitkeringen worden afgeschaft. Iedereen krijgt zijn leven lang een basisinkomen. Hoe zou u dat vinden? Nou, een basisinkomen, dat zou voor mijzelf en mijn zoon, maar ook voor heel veel andere mensen best wel heel veel problemen oplossen, denk ik. Futurologen zeggen dat 45% van de jongeren die nu wordt opgeleid nooit meer een betaalde baan zal vinden. Hoe zou je daar tegenover staan, tegenover zo'n onvoorwaardelijk basisinkomen? Ja, ik geloof Zweden of zo heeft dat nu ook, dacht ik. Een basisinkomen voor iedereen, dus ook de mensen die wel werken. Goh, ik vind het een heel vernieuwend idee, ja. Ik denk dat je daar naartoe moet, op de lange termijn. Want dit valt ook niet vol te houden. En een basisinkomen vind ik normaal. Er zijn zoveel dingen afgebroken door zowel links als rechts. Door zowel de VVD als in samenwerking met de PvdA. Ik vind het een drama. Terecht zoeken mensen bestaanszekerheid. Een bestaanszekerheid kan met het basisinkomen. Het basisinkomen als een ideaal middel om te zorgen dat we een vrij mens kunnen zijn. Een vrij mens, daar staat de Vrijzinnige Partij voor. 15 maart 2017.